Hi, Vincent Evers hier in Nantucket. Ik heb de laatste kwartaalresultaten van Tesla's even bekeken en het is een ramp. Dit bedrijf dat leert het nooit. Ondanks dat ze 95.000 auto's hebben gemaakt, hebben ze gewoon weer een verlies van 400 miljoen euro. En is de marge die ze erop maken van 25% zit nu eigenlijk gewoon gemiddeld op het hele bedrijf op 14,9. Zo kun je toch geen geld verdienen. Wat dat betreft is het gewoon ongelooflijk. De service is zo slecht dat iedereen er helemaal gek van wordt als je daar zo'n Tesla krijgt. Je wordt niet geïnstrueerd, je hebt geen service, het duurt weken voordat je dat gebruikt. En de ene na de executive die verdwijnt daar gewoon, die gaat of naar Apple of naar andere plekken. Nu is ook weer JB, dat is de oprichter die samen met Elon Musk het bedrijf gedaan heeft. De CTO die alle batterijen zaken heeft geregeld en echt een geweldige stabiele kracht was, die gaat nu ook weg. En de investeerders die rennen weg. Je ziet gewoon dat sinds de kwartaalresultaten zijn geannonceerd, dat er gewoon echt 13% van de aandelen afgaat. Dit bedrijf is gewoon een zinkend schip en je moet er zo snel mogelijk uit. Zo wordt er eigenlijk over het algemeen gepraat over Tesla. Alle negatieve dingen bij elkaar worden gewoon opgeteld. En dat kun je ook prima doen, want ik had er net ook al een paar gedaan. Maar eigenlijk wilde ik even wat toelichten over die resultaten. Er zijn twee dingen die belangrijk zijn. Even de brief die Elon Musk heeft uitgestuurd, of eigenlijk die Tesla heeft uitgestuurd. De quarterly results, daar staan een heleboel vaker in. En ik zal ook een aantal grafieken hier ook even bij gaan halen bij deze video. Goed, hoe moet je nou in godsnaam naar Tesla toekijken? Het is een ongelofelijke, of mensen zijn heel positief, of ze zijn heel erg negatief. Ze klagen steen en been, of ze vertellen gewoon allemaal van wat alleen maar Walhalla is. En dat is natuurlijk altijd een mixed result. Wat wel duidelijk is, dat Tesla een bijzonder bedrijf is. 95.000 auto's, dat is toch gewoon meer dan 55% meer auto's dan een jaar geleden. En ook alweer 25% meer dan vorige kwartaal. Wat een slecht kwartaal was überhaupt. Maar goed, toch gewoon 60% meer. Ze gingen van 4,0 miljard per kwartaal een jaar geleden naar 6,3 miljard. Dus dat is toch echt wel aardig. Toen hadden ze ook nog 600 miljoen verlies. Nu hebben ze 200 miljoen verlies. Ze hebben een restructuring charge genomen. En daardoor zijn tijdelijk de resultaten wat minder. Dus ik denk dat ze alle verliezen nu naar zich toe willen trekken. Want ze willen volgend jaar winstgevend zijn. Volgend kwartaal willen ze winstgevend zijn. En dat willen ze daarna zo houden. Nou, het aardige resultaat is ook dat zij op dit ogenblik cashflow positief zijn. Ze hebben ondanks dat ze een verlies hebben gemaakt, hebben ze 600 miljoen dollar meer toegevoegd aan de reserves. En ze hebben nu op dit ogenblik 5 miljard in cash. Ze hadden vorig jaar 2 miljard in cash. En ze zeggen nu ook dat ze nu geen geld meer nodig hebben. Nou, dat zeiden ze vorig jaar ook, maar nu hebben ze de allergrootste war chest alle tijden. En 5 miljard is echt een bedrag waarmee ze prima de fabriek kunnen bouwen die ze nu aan het bouwen zijn in China. Ze gaan einde van het jaar aankondigen waar de fabriek in Europa terechtkomt. En ze zijn op dit ogenblik de Model I aan het voorbereiden. De Model I is een SUV. Dat is eigenlijk een beetje net zoals de Model 3, maar dat is dan een sedan. Maar dan een SUV die wat hoger op de weg zit, maar waar 7 mensen ook in kunnen. En die ongeveer hetzelfde gaat kosten, plus een paar duizend euro meer. En dan zijn ze dit kwartaal zijn ze daar ook mee begonnen met het voorbereiden van de productie die in Fremont zal plaatsvinden. Nou, nog even wat aardige dingen. 95.000 auto's. Nou, het gaat geweldig met de Model 3. 77.000 auto's gekocht. Ook heel veel naar Europa geshipped. En dat gaat nu goed. Vorige kwartaal ging dat rampzalig. Was echt gewoon één grote ellende. Niemand wist wanneer hij zijn auto kreeg. Was in Nederland één grote verwarring. Maar nu gaat dat een stuk beter. Gaat nu hartstikke vlot. Ze zijn de best verkochte auto. De premium auto in Amerika. Dus niet alleen maar van elektrische auto's, maar van alle auto's eigenlijk. Dus ook van de Mercedes, de BMW's en dat soort dingen. Dus auto's in dezelfde categorie qua prijs. Zij zijn nu de allerbest verkochte auto in Amerika. En ze krijgen ook geweldige review. Motortrend zegt, dit is de allerbeste auto die we ooit in 70 jaar, dat is een groot belangrijk blad, een platform. En die zegt, dit is de beste auto die we in 70 jaar hebben getest. De kwaliteit wordt ook heel snel beter. Dat zag je al eerder in Tesla. De Model X deed er bijna een jaar over om goed te worden. De Model 3, de Model S deed er iets van 2,5 jaar over om goed te worden. Nu gaat het heel snel met de Model 3 om beter te
moeten worden. En dat is ook heel belangrijk voor de volgende. En dat is service. De Model S en de Model X, de productie is naar beneden gegaan. Die zat op 100.000 per jaar. En die zit nu ongeveer op 60.000 per jaar. Want ja, er wordt heel veel... Die auto is zo goed, die Model 3. Is echt een fantastische auto. Alleen als je een hele grote wil hebben, of als je nu een SUV wil hebben, dan is de Model X interessant. Goed, we hebben het al gehad over die cashflow. Die cashflow, dat gaat nu echt heel goed voor de komende tijd. Er komt nu echt geld beschikbaar. Komt ook een beetje omdat ze bijvoorbeeld ook die full autonomous dienst die ze nu hebben. Je kunt voor $6,000 kun je nu gewoon fully autonomous kopen. Alleen die werkt nog maar een heel klein gedeelte. En dat stoppen ze ook nog niet in de verkoopgetallen. Die worden pas op een gegeven moment gerealiseerd op het moment dat die service ook echt gewoon wordt neergezet. En dat betekent dat er eigenlijk een stukje cashflow positief in zit. Goed, profit wordt verwacht in Q4. En vanaf dat ogenblik wordt het zeg maar gelijk. De vaste kosten is aardig interessant. De R&D-kosten en de sales- en administration-kosten, die lijken gelijk te blijven, terwijl de omzet gewoon snel stijgt. En dat betekent dat de winst in de komende kwartalen snel omhoog kan gaan, als ze gewoon kunnen blijven produceren en tegen lagere kosten. Nou, dat zeggen ze ook. Ze zitten nu op 7000 auto's per week. En dat is dus omhoog van 3000, 2000. En ze wachten aan het einde van het jaar 10.000 auto's te gaan produceren. Dan zijn ze nu de Shanghai Factory aan het maken. De Shanghai Factory, dat gaat prima. Er zijn allemaal mooie video's online dat je ziet hoe dat ding gebouwd wordt. Dat is echt in binnen een jaar uit de grond gestampt. Wordt ook weer zo'n gigantisch bedrijf. En dan gaan ze batterijen maken en ze gaan de auto's maken. En op dit ogenblik doen ze 3000 per maand daar in China. En ze verwachten dat ze naar 5000 per week gaan. Nou, dat zal niet meteen gebeuren. Maar dat is eigenlijk een beetje de verwachting, de hoeveelheid die daar is. Nou, ik ga naar China toe. In september ga ik kijken hoe dat nou werkelijk is. De allergrootste, meer dan de helft van alle elektrische auto's worden verkocht in China. En ik ga daar kijken bij Chinese bedrijven. Ik ga ook eens kijken van of ik zie hoe de brand Tesla beleefd wordt. Het schijnt een premium brand te zijn, maar dat gaan we dan ook gewoon zelf eens even testen. Maar dat is natuurlijk een gigantische markt. Want ja, 5000 per week, dat is echt ongeveer hetzelfde wat ze nu eigenlijk allemaal op dit ogenblik te produceren. Ze verwachten dat ze 500.000 auto's gaan maken in het komende jaar. In één jaar tijd gaan ze naar 500.000. Op dit ogenblik is Tesla elk jaar ongeveer de hele installed base aan het verdubbelen. Dus ze hebben nu het afgelopen jaar meer auto's verkocht dan alle auto's in die afgelopen 12 jaar die ze zeg maar bestaan, of 15 jaar die ze bestaan, hebben ze nu in één jaar ongeveer verdubbeld. Dus ze zitten echt op een exponentiële track. Europa, de fabriek, die wordt einde van het jaar gaan ze die vaststellen waar dat ding komt. Dus ik weet niet of Groningen nog in de markt is of België. Ik ben benieuwd waar ze terecht gaan komen, maar dat betekent ook dat de prijzen ook weer naar beneden kunnen gaan. Ondanks het feit dat ze op dit ogenblik zeggen dat ze meer verkopen dan ze kunnen produceren, hebben ze toch de prijzen naar beneden gedaan. Want ze willen echt gewoon een hoeveelheid pull-up demand hebben. En daardoor is die marge ook wat lager. Nou, dan was wel interessant wat ze zeiden over het batterijleven. Ze zijn allerlei nieuwe fabrieken aan het bouwen. Er is eentje in China, er komt er eentje in Amerika, er komt er eentje in Europa. En ze hebben ook een Duits bedrijf overgenomen, een productiebedrijf. En daardoor gaan ze ook weer veel meer batterijen produceren. Volgend jaar, dat kondigden ze aan, dat is wel een leuk detail. Ze maken nu ongeveer, komt er een investordag voor batterijen. En dat is, nu maken ze ongeveer 35 gigawattuur batterijen. En ze zeggen, we gaan aankondigen hoe we dat een factor 100 kunnen toe laten nemen. Dus dat is echt wel niet een klein beetje. 100 keer meer batterijen betekent ook 100 keer meer productie van auto's of Powerwalls. En die Powerwalls is ook wel mooi. Er zijn er nu echt weer 81% meer verkocht dit kwartaal dan het vorige kwartaal. Die Powerwalls, die batterijen die bij elkaar worden gepakt, die worden gebruikt om huizen te balanceren. Dat de zonne-energie zeg maar 's nachts gebruikt kan worden. En ze kunnen ook gebruikt worden om het net te stabiliseren. Daar in de professionele wereld. Dus dat is echt behoorlijk groot. Goed, dus het verlies was voor een flink gedeelte eenmalig. De cashflow is, ondanks dat ze een verlies hebben gemaakt, is toch positief. Dus ze hebben gewoon geld overgehouden. De war chest groeit. Ze hebben geld genoeg om al die fabrieken te bouwen. De omzet gaat gigantisch omhoog. En de kosten blijven gelijk. Dus ik verwacht eigenlijk dat er volgend kwartaal winst wordt gemaakt. En eigenlijk over de komende 2-3 jaar gaat het echt geweldig met Tesla. Als je ziet,
ze hebben nu we zijn als wereld nu echt bezig. Iedereen is bezig met klimaat en daar is elektrisch rijden heel belangrijk in. En Tesla doet nu meer in elektrische auto's dan alle andere automerken bij elkaar. Dus behalve China, dat is nog een speciale markt. Maar zij doen nu meer in Nederland dan alle andere automerken bij elkaar. Ze zijn ook regelmatig de best verkochte auto van de maand, puur absoluut. Niet alleen maar in het premium segment, maar überhaupt de best verkochte auto's. Geloof ik nu 2 keer gebeurd in het afgelopen kwartaal. Dus ja, Tesla is on the run, zit in het juiste segment. En leert ook gewoon hoe ze moeten produceren en hoe ze kosten moeten in de hand moeten houden. Als we nu de service nog eens een beetje op gaan graden, want dat was echt wel heel erg voor alle Tesla gebruikers. Als je een afspraak wilde maken bij het servicecentrum, dat was bijna onmogelijk. Dan moest je echt heel lang wachten. En ze doen nu wel heel veel steeds meer mobiel. Dus als je op een gegeven moment iets wil hebben aan je auto, ze kunnen het thuis repareren. Dan komt er een auto naar je toe en die wordt dan meteen gerepareerd. Dat is echt top service. Belangrijkste zeggen ze ook, wij moeten gewoon zorgen dat er geen service moet komen. En nou, daar moet de kwaliteit moet gewoon omhoog. Dat gaat ook heel erg snel. En dan denk ik, ja, dan gaan ze dus volgend jaar nou 500.000 auto's, 1 miljoen auto's het jaar daarop. En er is zeker ruimte voor 2-3 miljoen auto's. En dan groeien ze mee met de elektrische auto's. Om je een idee te geven, ja, de allergrootste fabrikanten in de wereld zijn Toyota en Volkswagen. Die doen 10 miljoen auto's. Dus ze hebben nog wel even wat om door te groeien, maar ze zitten op de juiste plek, de juiste tijd. Hebben geld genoeg, zijn niet meer afhankelijk van de aandelenmarkt. En ik denk eigenlijk dat de toekomst van Tesla er gewoon prima uitziet. Dus wat dat betreft, dit was even mijn interpretatie. Lees even die shareholder letter mee. En even kijk even naar de grafieken die ik hier bijstuur. Oké, groetjes uit Nantucket.